Beste Waterlanders, afgelopen jaar was echt een jaar van verandering. We kwamen uit de coronaperiode en dit college is vol energie gestart met allemaal mooie plannen voor u, de Waterlanders. En kerst is natuurlijk een mooi moment om even terug te kijken op hoe het leven is geweest het afgelopen jaar en vooruit te blikken op het jaar wat komen gaat. Dit jaar was een bijzonder jaar. We hebben in ieder geval een sluitende begroting, maar we hebben ook de energietoeslag kunnen regelen voor de inwoners met de kleinste portemonnee. En dat is heel belangrijk. En volgend jaar gaan we dat weer doen. Maar daarnaast gaan we ook investeren in toerisme, in de economie, in sport, in onderwijs. Kortom, we staan helemaal klaar voor de inwoners van Waterland. En die wens ik nog een heel gezond en vrolijk 2023 toe. Het was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Het begon natuurlijk met de inval van Rusland in de Oekraïne. Wat voor onze inwoners en voor heel veel mensen een enorme impact heeft gehad. Wij wensen de inwoners van Waterland dan ook vooral een warm jaar. En daar zijn wij ook als college heel druk mee bezig geweest. Om mensen met een kleine beurs te helpen. Mijn collega zei het net al. Daar gaan we volgend jaar mee verder met een energiecoach. Met een hulp om hen te helpen hun energieslurpende koelkast te vervangen en nog meer van dat soort kleine maatregelen. En het komend jaar staat ook in het teken van een nog betere dienstverlening aan de burger. En we hopen dat jullie dat aan de lijve zullen ondervinden. Waarbij een van de leuke dingen is dat we een college hebben gevormd van mensen die met elkaar goed samenwerken, elkaar wat gunnen. Het is voor mij een voorrecht om dit te mogen doen, namens de lokale partij. En wat ik de Waterlanders behalve goede gezondheid toewens is, mooi groen komend jaar, minder gedoe met vrachtverkeer, goed parkeerbeleid en ook de gemeentelijke organisatie dat zich verder mag ontwikkelen, want het gaat de goede kant op. Als wethouder bouwen wens ik Waterlanders natuurlijk heel veel nieuwe woningen toe. Daar zijn we hard mee bezig. 2 weken geleden eerste paal regenboog, 41 appartementen. Deze week een voorstel naar de gemeenteraad, 24 nieuwe woningen aan een nieuw Portslaan. En we gaan natuurlijk daar fors mee door. Volgend jaar gaan we eindelijk garagesteur bouwen, stierenveldwatergang, veel woningen voor de woningnood. Dat gaan we doen. En ik wens iedereen een heel mooi nieuwjaar toe. Ik vind het een voorrecht om uw burgemeester te zijn. Pas afgelopen jaar kon ik echt kennis maken met u en de prachtige festiviteiten die u organiseert. Dat kon in het eerste jaar dat ik uw burgemeester was wat moeilijker vanwege de coronamaatregelen. Ik heb echt ten volle ervaren hoe de Waterlanders met elkaar saamhorig zulke prachtige dingen organiseren. En wethouder Van der Weijberg zei het al, Waterland is groots in haar hart om het opnemen van de Oekraïners en mensen die gevlucht zijn van huis en haard om die op te nemen. Ik heb de gemeente Waterland, haar organisatie en dit college en de gemeenteraad natuurlijk leren kennen als ongelooflijk warmhartig en de samenwerking is optimaal. Dat hoop ik natuurlijk dat we dat in 2023 weer op dezelfde manier kunnen doen in goede gezondheid. En ik wens u alle goeds bij deze kerstdagen. U kunt elkaar weer meer opzoeken dan vorig jaar en dat is fijn. Want het belangrijkste is toch om te voelen dat je er niet alleen voor staat. Wij zijn er in het komende jaar ook weer voor u. Ik wens u en uw dierbaren een hele fijne kerst en alle goeds en gezondheid voor 2023. En we hopen u te zien op 9 januari in de Grote Kerk in Monnikendam, een bijzondere nieuwjaarsreceptie. Van 19:30 s'avonds bent u welkom om elkaar weer te ontmoeten. We doen het dit jaar op een andere manier. Grootser, omdat we 2 jaar niet hebben kunnen doen. En ik hoop u daar allemaal op 9 januari te kunnen ontmoeten.